Mitchell, proficiat met de overwinning op NAC. Een mooie avond, denk ik, hè, voor FC Eindhoven. Ja, ik denk winnen van NAC van de favoriet voor de eerste divisie is altijd mooi. Eerste thuiswedstrijd. Ik denk voor de neutrale toeschouwer gewoon een hele goede wedstrijd is geweest. En uiteindelijk een dik verdiende overwinning voor mijn ploeg. Ja, de eerste helft waren de beste kansen eigenlijk al voor FC Eindhoven, als we even terugkijken. Nou, ik denk dat we misschien op de eerste 15 minuten na was het even zoeken. En daarna was er mijn ploeg die wilde voetballen, die een helder idee had. Kansen gecreëerd hebben. De tweede helft had het moeite. NAC heeft zet wat om in de tweede helft. Dan krijgen we een domme goal tegen uit een vrije trap. En dan zie je de mentale weerbaarheid van de ploeg dat doorgaan, ook tegen NAC, weer terug in het voetballen komen. En dan moet je ook een beetje geluk hebben als trainer dat de wisselspelers die erin komen daar nog een extra boost aan kunnen geven met een goal en assist. Ik kan me voorstellen dat je erg blij bent ook inderdaad met het vertonen spel van jouw ploeg. Ja, de uitgangspositie is natuurlijk altijd mooi voetbalspelen. Nou, dat hebben we vorige week ook gedaan tegen Dordrecht, maar dat leverde geen resultaat op. Dus daar waren we allemaal goed ziek van. En vandaag zag ik het eigenlijk weer gebeuren. Goed spelen, duidelijk de baas over NAC. Nogmaals de favoriet in de eerste divisie. En niet op geluk voetballen, maar gewoon met mooie aanvallen. En dan zie je dat je 1-0 tegenkrijgt ongeveer na een uur spelen. Ja, en dan kon hetzelfde scenario weer voorkomen. Nou ja, dat is dan is wel heel duidelijk dat de spelers daar heel goed mee op zijn gegaan. En we gaan altijd uit van een heel team. En de spelers die van de bank kwamen zijn natuurlijk ook heel belangrijk in. En dan blijkt eens te meer dat we als team functioneren. En moeten we zoals jouw wissel, hè, Gortje? Ja, nou ja, kijk. Dat krijgt de bal ook lekker aangespeeld door de tegenstander. Ja, maar ja, dat geluk moet je ook hebben. We hebben goede kansen gehad. De eerste helft hebben we niet gescoord. En dit is eigenlijk een counter voor NAC. Ze spelen bij Aniel in de voeten. Ja, die moet hem wel even maken natuurlijk. En zo'n jongen die later is ingestroomd. Je ziet hem iedere week verbeteren. Nou ja, dat is het mooie vertrouwen die je kunt krijgen als speler. En zeker als je wat later bent binnengestroomd. Ja, als je zo scoort, dan is het natuurlijk top. Je zegt net, een NAC favoriet in de eerste divisie voor de titel. Als we deze wedstrijd bekijken, dan zijn jullie het ook. Nou, kijk, onze uitgangspositie is natuurlijk heel anders. Wij komen van niet zo beschaafd of verlegen? Nee, we zijn niet beschaafd en we zijn niet verlegen. Wij zijn bezig met een proces. Wij bouwen weer aan een heel nieuw elftal. En dat is de realiteit. En daar ontwijken onze verantwoordelijkheid natuurlijk ook niet. Wij willen op een bepaalde manier spelen. Nou, dat gaat met vallen en opstaan. En vandaag heeft het goed uitgepakt. Vorige week konden we helaas niet met minimaal een punt vertrekken uit Dordrecht. Nou ja, dat hoort erbij.